Te accepteren, ook al uh, kun je niks meer vinden, zeg maar. precies. het moet toch lekker zijn, want u bent columnist als je, eh, als je dan een column schrijft, daar ook lekker veel reacties op krijgt. Nou ja, dat was deze week wel het geval. Uh, Heerlijke week gehad, toch? Ja, 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 zeker. Voor de ja. mensen die denken, ah, dat heb ik nou juist gemist, waar ging uw stuk over? Ja, het was in Elsevier Weekblad heb ik een wekelijkse column, en deze keer ging het over uh, wat ik denk, waar, waarom Forum voor Democratie uh, in de peilingen nog maar op 7 zetel staat. En. Um, ja, iedereen vraagt zich dat af. En ik zag dat er inmiddels ook nog in NRC en AD en andere plekken allemaal columns nu verschijnen. Vriend daarover. en vijand bezien het met verbazing. Hoe kan de charismatische FVD-leider de potentie van zijn partij zo verkwanselen? Ja, en ik, mijn verklaring was dus eigenlijk dat Thierry Bourdain misschien wel bewust aanstuurt op een zo klein mogelijke fractie. En um, dus zo, zo, zo laag nou, niet zo laag mogelijk is misschien overdreven in mijn kolom. Maar goed, het is een kolom. Maar wel op een kleine fractie. Dus een 6, 7, 7 zetel zou hij echt helemaal prima vinden. Omdat hij dat zou, nog kan managen. Ik heb het niet bij hem gecheckt, maar ik denk het wel. En, ik denk, en, en volgens mij heb ik daar gelijk in. Um, ook omdat je merkt dat hij in de, in de, verkiezingen, in de verkiezingscampagne uh, het licht voor het oprapen. Hij heeft bij de provinciale statenverkiezingen, is hij de grootste geworden, uh, met onder andere, door een paar keer te roepen, duizend miljard euro uh, klimaatmaatregelen. Uh, dat was het enige wat hij hoefde te doen. Um, en dat zou hij nu ook weer kunnen doen, dat soort dingen. En hij gaat eerder op het plein staan met een groepje mensen van viruswaanzin. Uh, vriend of, en vrijhand zegt u trouwens, hè, of schrijft u het ja. met verbazing, tot welke categorie rekent u zichzelf? <laughs> een oude vriend, maar meer. Dat is misschien voor hem een vijand, uh, maar dat is even zijn eigen probleem. Uh, oh. Ik ben columnist en ik beschouw het een beetje van buitenaf. Ik heb het ook niet gecheckt bij hem. Ik weet wel dat binnen de partijen, dus je hebt het over vriend en vijand. Binnen de partij FVD zitten wel heel veel kritische geluiden nu. Je ziet het ook vandaag ook een column van uh, Rutger van der Noord als een uh, redelijk prominent FVD-lid. Die heeft een column waarom geen lijsttrekkersverkiezing. Uh, uh, komt in, uh, in de partij. Dat... Ja, als je zo voor referenda bent, zo voor democratie Precies, bent. Het, het Forum ja. voor Democratie. Ja, het is heel nou, dat is... Merkwaardig, ja. natuurlijk, dat dat niet gebeurt. Zegt natuurlijk de CDA. Die ja. net een, ja. voor het spannende een spannende de heeft, heeft gehad. Want in de partij, ja, daar, daar kunnen jullie goed, uh, goed gebruik van maken. Nee, dat is uh, niet bij alle partijen gebeurd. Overigens wel, hè, dat, dat stond ook wel in het stuk. Wat je uh, Forum zeker moet meegeven, het is een partij die, en daar hoef je niet voor in de verleden tijd te praten, want dat is nog steeds zo, wel visie geeft. Hè, wel een stip op de horizon. En dat is een de aantrekkingskracht voor volgens mij voor, zeker, maar uh, dat was voor een bredere groep. Laten we zeggen, ook de oude, teleurgestelde VVD'ers. Uh, de oude Fortunisten, de ondernemers. Uh, heel veel mensen hadden iets met uh, Forum en ook heel veel jongeren vonden het Sherry natuurlijk fantastisch. Uh, 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 grappig. Uh, ook heel erg inspelend op de internet, humor, uh, de meme-cultuur, zeg maar. Mm. Lavendel, de lavendelprofeet, weet je wel. Dus het was een leuke, vlotte beweging in het begin. Um, alleen nu merk je dat hij eigenlijk heel erg zich steeds nauwer richt op een heel klein uh, groepje. Van mensen die heel sceptisch zijn op het overheidsbeleid, coronabeleid. En misschien ook wel dat hij gewoon, wat, ik, wat mijn theorie is, is dat hij eigenlijk helemaal geen uh, grote partij wil, maar hij wil een culturele revolutie. Dus hij is intussen in zomer en winterscholen, is die jongeren aan het klaarstomen om de elite te vervangen. En dat heeft hij ook overal openlijk gezegd, dat verzin ik ook niet. Hè? Uh, maar misschien moeten mensen hem wat meer serieus nemen. Hij wil niet een politieke verandering, hij wil een maatschappelijke omwenteling. En daarom. Denk ik dat hij liever een kleine fractie heeft in de Tweede Kamer? Geen gedoe. Maar juist daarbuiten een grote maatschappelijke beweging. Wat vindt u van deze gedachte van Geert de Waling over Forum, eh, Boris van der Haan? Ja. Ik.